Kijken op zich is geen molest, maar het kan wel seksuele intimidatie inhouden. Dit zei minister Reshma Koldiepsing van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken donderdag in DNA. Bij de behandeling van de ontwerpwet Geweld en seksuele intimidatie arbeid en de ontwerpwet Gelijke behandeling arbeid. Voorzitter, uw college kan ik mededelen dat het kijken op zich geen molest is en dat dit ook niet in de wet is genoemd. Dat staat ook nergens in de wet. Wel kan het seksuele intimidatie inhouden als iemand naar een ander persoon heel opvallend kijkt, blijft staren of loeren. Dat zijn intimiderende situaties waarop de wet doelt. We beseffen dat deze vormen van molest moeilijk zullen zijn te onderzoeken, doch het loeren en gluren en hinderlijk opvallend met de ogen volgen is onderdeel van alle beschrijvingen van seksuele intimidatie. De bewindsvrouw zegt dat er gelijke behandeling moet zijn op de totale arbeidsmarkt. De sociale partners zijn van oordeel dat deze gelijke behandeling ook in de publieke sector moet gelden. De wet geeft daartoe een aanzet, maar het ministerie belast met het personeelsbeleid, nu even duidelijk voorzitter, van landsdienaren zal het een en ander nader moeten inrichten. Ook zal dan geregeld worden hoe schuldigen strafbaar zullen worden gesteld wanneer er onderscheid is op basis van politieke overtuiging. De behandeling van de twee ontwerpwetten is verdaagd naar dinsdag.